Hallo en welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. Weer Fortnite Solo vandaag. Weer drie potjes en let's go. Ik land vandaag weer lekker in Vetel. Eén iemand gaat met mij mee. Zo te zien. Ah, twee. Ja, twee. Altijd fijn om te beginnen zonder, ja, zonder wapen. Oh, er komt een bruut. Kom eens even hier, man. Hij is zo vervelend. Dit is echt. Weet niet wat die guy aan het proberen was, maar. Oh shit. Nee! Shit. Het is dat hij shield had, maar anders. Oh, 18 HP. Nee. Op naar volgend potje. Ik ga nog een poging wagen in Vetel. Voor wel een aantal gliders. Dus het kan gezellig worden. Maar dat geeft mij weer kans om kills te maken natuurlijk. Ik zie een paar. Oeh. Dat is al gelijk een stuk beter begin dan vorig potje. Zo. Laten we eens even kijken. Waarschijnlijk is er wel iemand geland bij het huis, neem ik aan. Niemand. Ah ja, dus loopt iemand beneden. Oh my god, ik ben scheef. Nee! Ik was zo scheef. Oh my god. Nou, het laatste bordje dan maar. Nou, voor mijn laatste potje ga ik naar Pleasant. Ik land een keertje in een ander huis dan normaal. En... serieus. Zover ik kan zien is er helemaal niemand. Nou, we gaan afwachten. Misschien zijn er nog verrassingen. Mensen die laat landen vanaf het blok bijvoorbeeld deze kant op komen lopen. Ik hoop het eigenlijk wel. Anders gaat het een saai begin worden. Tot nu toe is de loot echt bagger. Oh, ah, een cirkel valt mee. Mm.
dacht dat ik iemand zou horen lopen, maar... Volgens mij word ik gewoon paranoïer af en toe. Oh my god. Lag. Ah nee. Ik dacht dat het huis open was, maar... Ik begin echt dingen te verbeelden vandaag. Oh, dat ding is echt bagger. Oh, bruut. Oh shit. Volgens mij heeft hij me door. Alhoewel. Ik weet niet zeker. Ik weet niet wat hij allemaal aan het doen is, maar... Ik stond precies op die lamp. dat was wel mooi. Natuurlijk vind ik minis nadat ik een groot shield heb ingenomen. Standaard. Worden. Zitten er nou twee mensen in dan denk ik? Ja, er zitten er twee in het serieus teamers. Serieus, fucking teamer. Jullie zijn echt triest, my god. Als revenge van dit potje, want dit vond ik echt super stom. Oh, ik werd gekilled. Dus ga ik nog een potje spelen hoor, want dit was echt... dit sloeg nergens op. Nou, dat vond ik echt triest. Hoe ik vorig potje was gekilled, want... Dat er nog steeds in season 10 nog steeds mensen zijn die het nodig vinden om te teamen. Slaat nergens op. Maar goed, ik ga voor dit potje weer naar Fatal. En ja. Ik hoop dat dit een beter potje wordt dan net. Want dat sloeg echt nergens op. Het is ook niet heel moeilijk dat dit een beter potje wordt dan net. Gewoon het feit dat ik door een goed persoon gekild word is al beter dan door teamers in een robot. Echt. Mijn loot is in ieder geval wel een stuk beter in het begin dan de afgelopen paar potjes. Dat is in ieder geval goed. Circle is ook... niet super ver weg, dus dat is ook fijn. Ik kan er nog steeds niet helemaal mijn hoofd bij wat er net is gebeurd. Maar goed. Ik ga er het beste van proberen te maken, dit potje. Aan mijn loot zal het in ieder geval nog niet liggen.
Al hoor ik wel een bruut weer aankomen lopen. Daar voel ik me niet heel prettig bij, om eerlijk te zijn. Maar goed, als het er eentje is in een bruut, dan is het nog te doen. Oh my god, nee. Oh my god, ik ben zo scheef vandaag. Ik weet het even niet vandaag. Nou, desondanks dat dit echt 4 super slechte potjes waren, hoop ik dat jullie ervan genoten hebben. En laat een like achter als je het leuk vond. Schrijf een leuke reactie. En abonneer op mijn kanaal als je meer video's van mij wil zien. En dan hoop ik jullie volgende week weer te zien bij een nieuwe video.